Het moderne vaccin dat nu alleen beschikbaar is in het Landshospitaal zal vanaf de komende week op meerdere vaccinatielocaties beschikbaar zijn. Voor het toedienen van dit vaccin moeten verpleegkundigen speciaal opgeleid worden. Deze voorbereidingen worden nu getroffen. Javier Assin, coördinator van het Nationaal Coördinatieteam, sprak gisteravond hierover in het programma Questions and Answers. Op dit moment zijn alleen de verpleegkundigen van het Landshospitaal daarvoor getraind. Ze worden nu getraind, as we speak, de komende dagen. En zodra zij getraind zijn, is het vaccin beschikbaar bij POC, bij het zorghotel. En er is één mobiele unit Alpha van Meredith Cameron. Daarvan zijn de verpleegkundigen wel al getraind. Dus bijvoorbeeld, we zijn nu in Sophia's Lust en daar zijn verpleegkundigen die in principe Moderna wel al kunnen toedienen. Oh. Assin geeft aan dat er een analyse gedaan wordt om het moderne vaccin aan een bredere doelgroep te geven dan alleen aan zwangeren. Onderzoek heeft uitgewezen dat Moderna en Pfizer tot de beste vaccins behoren tegen het COVID-19-virus. We gaan het veel ruimer beschikbaar stellen. Je moet je voorstellen, we hadden maar een beperkt aantal doses van Moderna. En heel veel mannen hebben geklaagd, want ze wilden eigenlijk Moderna, maar het was alleen voor de zwangeren. Okay. Oh. En dat is nou net iets wat wij niet kunnen. Mm-hmm. En dat is zwanger worden. Dus, daardoor vielen alle mannen buiten de boot. Maar en waarom wilden die mannen Moderna? Omdat het echt een heel goed vaccin is. Oh. Kijk, er zijn mensen die zich al vanaf het begin heel goed hebben ingelezen en hebben gekeken naar de effectiviteit en de veiligheid van vaccins. En Moderna is gewoon echt een heel goed vaccin. Er is ook een andere reden. Veel van ons die voelen zich verbonden met Moderna omdat het door een Creoolse vrouw ontwikkeld is. Oh, zo. Dus maar dat zijn is nu wel voldoende doses? Ja, nou, we hebben 8000 doses voor de rest van het jaar. Daar gaan we het waarschijnlijk wel mee redden. Assin zegt dat zwangeren nog altijd wordt geadviseerd om Moderna of Pfizer te nemen vanwege de effectiviteit van deze vaccins.